Goed, mensen, een goede avond en leuk dat je weer kijkt. Ik heb weer een nieuwe vragenlijst, zo'n nieuw Q&A en ik ga het natuurlijk hebben over eten en dat soort dingetjes. En misschien is het een hele korte dit keer, maar dat is ook een keer leuk om een korte te doen. Het was een vragenlijst, dus nog een verkeering een keertje, dus ja. Ik ben dus ook welkom bij deze video. Time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Goed, wil ik jullie vragen dat ik even vragen ga doornemen? Zou ik echt toch in als je jou een volgende even doen op mijn Instagram? Het is ook nog door op Twitter. Het is nog door, anders zit je onder in de videobeschrijving. En dan gaan we beginnen. 1. Wat is de perfecte pizza? Hoe ziet jouw perfecte pizza eruit? Want, wat is het ook namelijk? Gewoon lekker met veel gewoon pizza Hawaii. Gewoon lekker normaal. Niet echt, je denkt van speciaal. Nee, gewoon normaal. De vraag en normale pizza. Met ananas en zo. Had je me wel gegeten? Ik ga vanavond eten, ik weet niet of ik vanavond ga eten. Natuurlijk is het al van tevoren opgenomen, dus ik weet niet of ik ga eten. Maar ik heb gisteren iets van pannenkoeken opgegeten, maar ik weet niet zeker. Welke eten vind jij het lekkerst en wat vind je het niet te eten? Want ja, dat is een leuke vraag. Ik begin niet, maar ik vind het niet wel te eten, maar ik mag geen bruine bonen. Dat komt er weer uit en dat is niet zo fijn. Dus ja, dan gaan we weer terug. Welke eten heb je het lekkerste? En dan, welke eten vind je het lekkerste? Ja, natuurlijk gewoon lekker internationaal, dus. Chinees, zit ik goed zeg hoor. Chinees ofzo, of lasagne. Volgens mij, jij wordt even op de titel geen lasagne. Ik krijg niet het kiezen. Maar als het minder is met de maatregelen, ga ik weer eten, bestellen. En dan zeg ik gewoon een lasagne. Want dan wil ik een kiezen in. Dus, ja. Wat heeft een onlachte vraag? Dat is even met snack of pinkfood. Dat is ook een snack of pinkfood is een burger nu in een restaurant hier in de buurt. De hele burgers en hele voetjes en ze zijn goddelijk en nog heerlijk gesmaakt, lekker ook nog. Dus ja, dat een beetje dus. Dat vind ik echt lekker. En stel ook even in de comments met jou wat moet je eten is en wat jij lekker vindt om te eten. En ja, dat zou ik echt leuk vinden omdat ik dat veel wil doen. Dus ja, vind je het leuk. Zeker een dikke vinkje duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Zie je elke dag om 8 uur een nieuwe vlog. En elke dag om 8 uur een nieuwe video. Dus ik krijg gewoon even tot de volgende.